Ja, maar Lou, wat... hoe kan je een goede interview? Wat is een goed interview? Nou, ik denk dat het zeer belangrijk is bij een interview als je daadwerkelijk geïnteresseerd bent naar de antwoorden, goed doorvraagt en wat jou ook interesseert en wat jou boeit in het gesprek uitvergroot. Ja. En heb je dat gezien in de groep hier? Heb je dat gezien? Ja, ik heb het wel gezien in de groep hier. Op het moment dat je ze echt raakt met een antwoord, dan op dat moment gaan ze ook echt goed interviewen. En op dat moment gaan ze ook echt goed doorvragen. En ik denk zeer dat dat belangrijk is dat ze daar ook op letten. Als het ze ook niet zo interesseert, dat ze toch heel goed doorvragen. Want wat vinden ze moeilijk aan interviewen? Ja, ze vinden het vooral moeilijk om zonder het vragenlijstje het gesprek goed lopend te houden en goede vragen te verzinnen. Want wat is dat? Zijn ze dan, verliezen ze dan controle of zo? Of, ik denk dat ze bang zijn dat ze niet meer weten wat ze moeten zeggen. Ja. En dat ze dus eigenlijk moeten improviseren, wat ze heel lastig vinden. En wat is er eng aan improviseren? Sorry? Wat is eng aan improviseren? Dat ze fouten kunnen maken. Het lijstje is al gecheckt en weten ze dat het goed gaat. En dan vinden ze het eng om dingen uit te proberen, want dan kan er altijd natuurlijk wat misgaan. En wat gebeurt er als er iets misgaat? Wat is er erg daaraan? Nou, dan gaan of zij zelf gaan worden lachig of ze gaan af ten opzichte van elkaar. Dus het is groepsdynamiek? Ja. Want is er een sterk groepsdynamiek hier? Ja, dat is heel sterk. Het is heel erg belangrijk om... niet afgekeurd te worden, zeg maar. Hè? Ja. Omdat iedereen jou leuk vindt. Dat vind ik heel erg belangrijk. Dus dan kan je soms weten, maar niet meedoen of ongeïnteresseerd doen. Of dat is soms ook een manier om jezelf dan maar veilig... Die veiligheid is belangrijk, hè? Ja. Sommigen zullen juist inderdaad daarom dus maar niets zeggen. Ja, precies. En zijn ze anders als je ze alleen hebt? Zijn ze dan anders in een gesprek? Ja, dan is het bijna altijd... gewoon prima contact. Dus het is echt de groepsdynamiek die heel sterk bepaalt. Ja. En als je het gewoon over jezelf hebt, natuurlijk over de leuke dingen, als het maar nergens over gaat. Zeg maar.